Hoewel Peter Gillis in Nederland als een beruchte crimineel wordt beschreven, is hij in België een rijke vakantieparkenbaas. Peter verdient alleen niet het geld met vakantiegangers, maar met hele andere zaken. Peter heeft namelijk zijn vakantieparken opengesteld voor de opvang van asielzoekers. Dan denk je: wat gaat er mis? Nou, deze Peter heeft zijn pijlen op dit moment op onze onderburen gericht. In Nederland heeft hij namelijk verschillende rechtszaken aan zijn broek hangen. Peter is weer helemaal in zijn element, met zijn vakantieparken in België. Alleen lijkt hij bijna geen omzet te draaien met vakantieparken. Volgens de Telegraaf draaien zijn Campings-Hengelhof en Blauwe Meer al jaren rond een miljoen euro verlies. Als dit langer zo doorgaat, zal hij zijn Rolls-Royces moeten verkopen. Van al die campings die verlies draaien, is er één camping een uitzondering, Camping Parelstrand. Volgens de laatste jaarrekening is er een omzet van 3,38 miljoen euro winst gedraaid. Voorheen draaide deze camping ook verlies, tot een verandering in 2016. In dat jaar stonden de cijfers ineens 580.000 euro. Dat is natuurlijk nogal een verandering, maar hoe kan dat ineens? De camping werd dat jaar gebruikt als een asielzoekercentrum. In 2017 was dit niet het geval en dat is ook weer te zien aan de cijfers. Deze stonden namelijk weer in het rood. Maar tussen eind 2018 en augustus 2020 overnachten er weer asielzoekers. In 2019 en 2020 samen maakte Parelstrand meer dan 7 miljoen euro winst. Is er te lezen volgens de. Het begint erop te lijken dat Petertje meer winst weet te behalen door middel van het asielzoekercentrum dan van zijn eigen campings. Vedaasiel is bij onze zuiderburen verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het opvangcentrum was namelijk het grootste, maar ook het duurste om uit te baten. Eind 2021 klopte Vedaceel toch weer aan: niemand anders wilde of konde asielzoekers herbergen. Dit kwam voor Peter maar al te goed uit.